regenachtige dag in Eibar, waar Ipurua er vrij troostig op is. Maar straks slaat ongetwijfeld de vlam in de pan als hier wordt afgetrokken. Luister naar Siert de Vos, dat ben ik. En naast me zit collega Jeroen Guter. Wij zijn de commentatoren van vandaag. Dit moet bijna wel een geweldige voetbalwedstrijd worden. Ik reken op een spannende wedstrijd. Ik krijg opeens zo'n gevoel. Dit zou wel eens een heel bijzondere wedstrijd kunnen worden, Siert. Laten we maar snel beginnen. En we zien hier de opstelling waarmee Huddersfield Town het gaat proberen vandaag. Ze treden aan in een 4-3-3 formatie. Een echte Nederlandse vinding, hè, die opstelling. Of zijn we dan iets te chauvinistisch? Ja, je zou het wel denken, maar oorspronkelijk is het bedacht in Zuid-Amerika. De opstelling van de tegenstander. Deze 4-3-3 opstelling met een valse spits. Wat vind jij daarvan, Jeroen? Nou, ik vind het wel een interessant concept, Siert. Omdat de spits op deze manier ruimte creëert voor de vleugelspelers. Aftrap, eerste helft. Ik ben benieuwd. Een fraaie dribbel hier. Waar gaat die eindigen? Voorgegeven in het midden. De verdediging zit ertussen en werkt weg. In de ruimte. Die staat meestal voor Wubbel Okkels. Simpele redding voor de keeper. Sterke actie op de bal. Johan Berg Koopmansson. Hoekschop komt voor. Wilson. Estimados aficionados, les recordamos que hemos instalado op de flank. Hij moet in die voorsprong pakken. Moet ik kiepen toch even als een parkweer kan. Voor het doel gegeven. Oh nee. Nog steeds gevaarlijk. Hij moet scoren nu. Redding van het doelman. Johan Berg Koopmansson. Deze paas kan onderscheppen. Lichaam goed tussen de bal en de tegenstander. Komt steeds meer naar voren.
Die bal mist het doel. Zo smordig van die keeper. Een niet toegestane ingreep van die speler van Huddersfield Town. Een stomme overtreding van die speler. Maar de boosdoener komt er zonder kaart vanaf. Hij mag zich gelukkig prijzen met zo'n geduldige scheidsrechter. Kijk nou uit daar. Balbezit weer terug. Goeie pressie. Nog steeds iets verder. Een kans om te scoren. Oh, fantastisch gered toch? Door de keeper. Oeh, zonde van die kans. Ze hadden kunnen voorkomen hier. Ja, dit soort kansen, die moet je gewoon verzilveren. Hoe kun je zo'n mogelijkheid nou laten liggen, zeg? Nog steeds in aanval. Hij is van de bal gezet. Mogelijkheden voor een counter. Goed hoor dat hier voordeel wordt gegeven. Ruimte aan de zijkant daar. Ja, op het doel. En een mooie redding in huis. Deze wordt kort genomen. Aan de zijkant ligt nu de ruimte. Hier moeten ze de leiding nemen. Koek, koek. Het eerste doelpunt van de wedstrijd zit erin. Dit is een prima uitgespeeld doelpunt, Siert. Kijk, het begint met een geweldige paas. Precies op de juiste plek. Ja, zo wordt scoren wel een makkie, hè? De score is geopend. Het is 1-0. Mooi langs de tegenstander. Die bal gaat feilloos van de ene naar de andere speler. Op deze positie de bal kwijtraken. Zijn schot belandt ver naast het doel.
De vierde official zegt dat er 2 minuten blessuretijd bij komt. Benieuwd wat hij gaat doen. Bal veroverd in de 16. Het fluitsignaal klinkt. We gaan pauzeren. Ja, deze speler legt vandaag een prima wedstrijd op de mat. Ja, je moet deze speler ook geen enkele ruimte geven in de 16. Want daar krijg je spijt van. Dat wordt meteen afgestraft. Dat doelpunt van vandaag, dat zegt wat dat betreft natuurlijk meer dan genoeg. Tweede helft, zojuist begonnen. Hier in Ipurua. Die tackle zet hem van de bal af. Dat was alles behalve een tackle op de bal. Daar kun je geel voor geven, scheids. En dat vindt de scheidsrechter niet goed. Nee, gele kaart. Er gaat vers bloed ingebracht worden. Hij is hem kwijt. Hij is zijn tegenstander voorbij. Oh, een kans om te schieten. Keeper raakt die bal en dan gaat hij over. Dat is een hoekschop. De bal wordt voor het doel gebracht. Zorg dan dat die bal ook echt weg is. Daar zit iemand tussen bij dat schot. Ze staan al voor en mogen een hoekschop nemen. Deze neemt hij kort. Deze mag erin. Oh, hier krijgt hij later spijt van. Dit was maar een kans, zeg. Ja, zonde zeg, dat hij er niet in gaat. Ja, nu blijft de voorsprong 1 doelpunt. Dus dat is vrij minimaal. Ah, wat een blunder. Oh ja, die zit erin. Doelpunt. En zo profiteren ze volop. Van een verschrikkelijke fout van die keeper. Hier hoeven we geen doekjes om te winden, Siert. Dit is een onthutsend zwak optreden van de keeper. Hij schenkt de bal gewoon naar de tegenstander. Ja, die hoeft dan geen 2 keer na te denken. De bal gaat uit naar die ingreep. Ingooi voor de tegenpartij. Goed de bal afgepakt. Collins. Daar komt hij aan hoor. Nee, deze aanval loopt toch niet verder. Ze hebben de bal ingeleverd. Een goed uur gespeeld, nog een half uur te gaan. Johan Berg Gudmundsson. Hij heeft balverlies. Kelly. Hunt. Ze komen dichter bij het doel van de tegenstander.
onderschepte paas. Collins. Goed gepakt. Koray Günther. Yannick Haberer. Travis. Ze zet hem onder druk. Koray Günther. Hij zette de tackle in. De tegenstander mag ingooien. Beide coaches besluiten spelers te wisselen. Johan Berg Goedmansen. De speler raakt het balbezit kwijt. Collins. Hij ontsnapt, hij moet scoren! Nee, hij maakt hem niet. De doelman stribbelt tegen. Wat een redding! Knap gedaan hoor! Ik zie hier mogelijkheden voor een counter, zien zij ze ook. De counter leek gevaar, maar het eindigt niet zoals ze voor ogen hadden. Acht minuten voordat de reguliere speeltijd verstreken is. Goeie tackle en bal terug in bezit. Hij krijgt hulp. De fans kijken uit naar een schot. Nee, geen goal. Hij raakt hem ontstellend hard. Maar ja, dat gaat ten koste van de nauwkeurigheid. Hij had hem wel met een beetje eerste kunnen nemen. Yannick Haberer. Travis. Sterk gedaan, die tackle. Hij komt aan de bal. Kan een vrije trap nemen op een gevaarlijke positie. Keeper zit er nog aan en tegen de paal. Aan de zijkant ligt nu de ruimte. Yannick Haberer. Johan Berg Goedmansson. Dan stopt de aanval opeens. De wedstrijd zit erop en Duits publiek juicht. Want de zege in eigen stadion is een feit. Het was een aantrekkelijke, spannende wedstrijd die ze heel terecht weten te winnen. Al kwam dat in de score uiteindelijk maar beperkt tot uit. Ze weten vandaag dus niet te winnen, maar hij zelf speelde een geweldige wedstrijd. Zijn spel was indrukwekkend vandaag. Hij heeft hard gewerkt voorin, flink wat kansen gecreëerd, een doelpunt gemaakt en op die manier bijgedragen aan deze overwinning.